Hele goede morgen. Ik vroeg net aan Esmee welke dag het was. Het is vandaag zondag. Ik ben wakker geworden bij Esmee. We hebben ons een beetje opgemaakt, onze haren gedaan. Maar ik was dus van gisteren in mijn pyjama hierheen gekomen, dus ik heb geen outfit. Dus we moeten eerst naar mijn huis. We moeten eerst naar mijn huis even een andere outfit scoren. En dan gaan we even wat doen vandaag. Het is vandaag super lekker weer, 20 graden. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. We zijn vanochtend niet zo vroeg wakker geworden. Rond 11 uur denk ik. Ja, en slapen. Toen hebben we koffie gedronken. We hebben een film afgekeken van gisteren. Het duurde nog even een uurtje. Maar we vonden het eigenlijk best wel een stomme film. Het was echt een heel rare film. Het was wel spannend of zo, maar echt totaal niet wat ik ervan had verwacht of zo. Maar goed, ik ga nu naar mijn huis. Dus ik heb me dus opgemaakt bij Esmee. En dan maak je jezelf echt zo anders op omdat je eigen make-up niet op hebt. Dus ik heb echt opeens een heel andere look. Maar ik ben wel echt heel erg blij met mijn wimpers. Mijn wimpers zijn echt veel beter, hè? Es? Ja, echt veel beter zo. Echt mooi. Zo, aangekomen bij mijn parkeergarage. Ik ga even snel omkleden, want dit is momenteel mijn outfit. Ik ga helemaal stuk. Dit is gewoon hoe je van een sleepover komt. Wij hebben even afgesproken dat we even naar Zoetermeer gaan. En daar even snel gaan lunchen. Gewoon even gaan zitten. Het is echt super mooi weer. Ik ging zo naar buiten. Ik had het totaal niet koud. En ik moet daarna Nessie ophalen van Schiphol. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ben net thuis. Ik heb even heel snel een andere lipstick op gedaan. Want die vind ik echt veel mooier dan die andere bij me passen. En snel mijn haren gevund. Ik heb even een andere outfit aangedaan. Ik heb een truitje aan van de Zara. Deze broek is van Come Get Fashion. Ik heb mijn nieuwe schoenen aan van de Zara. Het is echt heel erg cute. En we gaan nu even naar Zoetermeer. S die zit haar op mij te wachten. Hi Dinari. Hey. Lekker hè? Ik heb ze even buiten gelaten toen ik me aan het klaarmaken was. Lekker chillen, maar nu moet je weer naar binnen hè? Zo zielig. Waar is Lira eigenlijk? Ik net filmen, gaat ze stoppen met Mongolisch doen. Je bent helemaal aan het dansen. Ja, jij doet het ook nooit. Nee, je moet, video. Je moet echt dansen. Weet je wat meer? Gisteren deed, dan gaat ze toeteren en dan lacht ze mensen. Wat ze wel uitleggen, gisteren waren we gewoon een heel melige bui. We doen dit heel vaak hoor, dat is niet alleen gisteren, maar goed, vertel. We waren een heel melige bui. Waar kwamen wij vandaan? Bij Loetje. Oh ja, Loetje. We waren daarna een beetje boos, maar wij, ja, ik vond het eten gewoon een beetje overrated. Heel eerlijk. Ik vond het wel lekker, maar ik denk, ja, het zal wel. Dus ik ben boos. En toen gingen we in de auto, dus elke keer toeteren naar mensen die daar stonden. Ik gewoon keihard als mongolen zo zwaaien. En dan zo. En sommige mensen zwaaien gewoon dan niet terug. Ja, sommige zwaaien wel terug en sommige denken van... Heel vaak zwaaien mensen zo terug, zo. Ja. We zitten nu lekker op het terrasje bij Happy Italy. En dit is mijn bestelling. Ik heb een Caesar salad zonder croutons. En dit ga ik natuurlijk ook niet eten. Maar ik heb hier echt zo erg zin in. Oh, ik ben net thuis. Ik heb de katjes buiten gelaten. Want die zitten al de hele dag binnen echt zielig. Ik heb nog even een kleine uurtje. Dan moet ik eigenlijk Nessie ophalen van Schiphol. Ik ga even deze hakken aandoen. Ik heb echt gewoon blaren gekregen door deze hakken. Ze zijn wel echt super fijn. Maar ik moet ze denk ik een beetje inlopen of zo. Is het nog een beetje strak aan de voorkant. We zijn dus samen naar de Action geweest. En ik heb dus zo'n setje van 3 dozen gekocht. Want die zijn echt super handig. En die andere waren allemaal al vol. Ik heb er echt veel meer van nodig. Ik heb pure chocola gehaald bij Hoogvliet. En deze is veel goedkoper. Ik vind het best wel lekker, maar Lindt vind ik lekkerder. Ik heb deze glazen gekocht. Die had ik eigenlijk al, maar ik wou er meer van kopen, want ik heb er maar 3. En nu heb ik er 6. En ik heb weer deze gekocht. En ik heb dit gekocht. Dat vond ik echt zo cute. Hier kan ik de voer van mijn katjes in doen. Zo schattig. Kijk hoe schattig. Ik heb hem gevuld. Het is echt veel leuker dan van die zakjes onder de gootsteen. Daar heb ik ook een opbergdoos hiervoor. Echt cute. Toen ik thuis kwam had Dinar mijn hele vaas. Het was eigenlijk helemaal geen vaas. Het was eigenlijk een beker. Met water en bloemen helemaal omgekiept. Dus ik heb het even net lopen opruimen. Maar ik zag ook aan haar gewoon dat ze aan die bloemen had gezeten. Want ze had helemaal stuifmeel op haar wangen. Ze had echt een oranje wang gewoon. Dus zij was gewoon echt betrapt. Als er iets gebeurt in huis weet ik gewoon dat het Dinar is. Dinar is echt zo fucking stout gewoon.
de keuken aan het schoonmaken en ik zie overal dit gewoon. Dat heeft dus Dina gedaan. Het komt door die bloemen. Ze heeft er echt mee gespeeld of zo, man. Niet normaal. Ze zat er zelf ook helemaal onder. Zo, ik heb de keuken even schoongemaakt en de badkamer. En ik heb even chloor in de badkamer gewoon. Ik heb gehoord dat als je het laat inwerken, als je even weggaat of zo'n uurtje, dat je badkamer echt perfect uitziet. Ik weet dat het niet de beste optie is voor het milieu. Maar ik weet eigenlijk ook niet echt hoe ik het anders moet schoonmaken. Het werkt gewoon het beste. Dus dat ga ik even uitproberen. En dan ga ik eigenlijk nu richting Nessie. Ik ga even mijn schoenen aan doen, mezelf even opfrissen. En dan ga ik erheen. Het is echt super warm. Het is echt lekker weer. Ik zie ook echt iedereen chillen. Maar op een of andere manier heb ik eigenlijk helemaal geen zin om te chillen. Ik zat net op het terras met Esmee. Maar ik dacht van, ik weet niet. Soms heb ik daar gewoon geen zin in. Dan wil ik gewoon lekker thuis zitten. En gewoon, laatst ben ik ook heel erg bezig met het huis. En het ordenen van mijn huis, schoonmaken, bla bla bla. En dan denk ik van, oh ja, dan ga ik dit doen als ik thuis ben. Dit doen. En dan zit ik al gelijk niet rustig of zo. Mijn wimpertjes kammen. Ik vind het altijd zo chill om te doen. Wat ik ook heb afgesproken is dat alle make-up die ik allemaal binnenkrijg en die ik niet dagelijks gebruik, maar gewoon af en toe. Of als ik al een foundation gebruik en ik heb nog een foundation gekregen die ik nog niet gebruik. Dat ik het allemaal ook even in een opbergdoos ga doen, maar dat ga ik straks wel als Nessie thuis is. Zo. Doe even vandaag deze parfum op van Narciso. Ik heb niet echt het gevoel dat hij heel lang blijft als ik eerlijk moet zijn. Ik vind het een heel lekkere parfum, maar als hij echt lang bleef ook, dan zal ik hem echt vaker kopen, want ik vind de geur echt gewoon perfect. Het is gewoon echt precies mijn smaak. Maar omdat het is niet lang blijft, zal ik hem niet meer zo snel kopen. Ik wil ook echt daarom heel veel op. Oké, ik dacht dat ik Nessie weer ging zien, maar ik heb autopech. Ik ben het echt zo zat. Ik heb echt gewoon zin om te janken gewoon. Ik heb echt geen zin om te janken, maar ik had echt gewoon zoveel zin om gewoon Nessie op te halen van Schiphol. Gewoon lekker samen naar huis te rijden. En nu zit ik hier weer te wachten op fucking ANWB. En eerst komt er dus iemand die mij naar een veilige plek brengt, want ik sta onveilig. En daarna moet ik weer ANWB bellen. En ja, dat is het een beetje. Ja, weet je wat ik denk? Van, ik kan klaar gaan doen wat ik wil. Maar ik moet nu op dit moment gewoon geduld hebben. En ook gewoon even blij zijn dat het nu veel later donker wordt. Even serieus. Als het nu al donker was, was ik echt gillen. Ik sta ook echt op een plek waar ik niet wil zijn. Want ik ben dus naar Schiphol gereden, maar gewoon echt tussendoor. Ik heb geen idee waar ik ben. Bodegraven of zo. Ik mis Nessie heel erg. Hij is net gewoon geland, toen ging hij me bellen. Ik ben verdrietig. Nou jongens, ik word hier weggesleept. Ze hebben me dus naar McDonald's gebracht bij Alfa aan de Rijn. En ik moet er nu even naar wachten. Als het goed is zijn ze hier binnen een uur. Ik hoop het echt, want ik kan echt niet een uur alleen wachten. Oh mijn god. En ik ben echt benieuwd wat Nessie gaat doen natuurlijk, want die heeft nu geen vervoer. En die is al geland. Ik vind het echt zo zielig. Maar ik ben wel even gekalmeerd, want ik was net echt even paniekerig, man. Ik wil echt gewoon keihard janken, want ik dacht van, ik kijk al de hele dag ernaar uit om iemand op te halen, naar mijn man op te halen. En dan gebeurt dit gewoon. En mijn batterij is ook nog leeg. De ANWB is inmiddels geweest. Ik rijd nu veilig naar huis. Ik ga net niet meer ophalen. Hij wordt opgehaald door een vriend. Ik baalde heel erg van, maar ja, niks aan te doen. Heel veel storing aan mijn auto. Het is uitgelezen. Ik kon nu verder rijden, maar ik moet gewoon even heel snel naar de garage toe. Er waren wel een paar foutmeldingen. Jongens, ik sta weer langs de kant van de weg. Maar nu nog gevaarlijker. Langs een invoegstrook op de snelweg. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Ik heb gewoon geprobeerd om tot het einde van de invoegstrook aan de kant te rijden. En nu zie ik tenminste nog een nummer hier. Anders moest ik erheen lopen. En dat is nog gevaarlijker. Dus Ik wil gewoon naar huis. Ik ga helemaal stuk. Ik ben opgehaald door Nessie en zijn vrienden. Leuk, welkom hè. En ze gaan hem dus daar oprijden. Ik ga helemaal stuk. Ik ben eindelijk niet meer alleen. Oh mijn god. Gaan jullie hem nou oprijden gewoon? Kijk, de vriend van Nessie gaat hem gewoon hier oprijden. Ik ga stuk. Dus ik
opgehaald door Turken. Nessim ligt er lekker bij. Lekker auto met vandaag. You are in the vlog. Hey Mir. Hi. Ik heb een cadeautje gehad voor jou. Oh, dit is zo lief. Ik had later op Schiphol gezegd dat ik het echt heel schattig vond. En hij heeft het gewoon voor mij gehaald. Leuk hè? Oh, het zijn van die mini van Dior. Ja. Zo schattig, Holla. Uit Zwitserland. Ik vind je ergens wel schattig. Alsjeblieft, hij heeft die. Ah, een beetje. Even. Jongens, kijk eens wat ik heb gekregen. Dat is zo cute. Dat zijn van die minis van Dior. Nessim is echt zo schattig. We waren daar laatst. En toen zag ik het gewoon. Toen dacht ik, oh, dit is zo'n schattig cadeautje om te geven aan iemand. Voor een verjaardag of zo. En hij wou nu met lege handen teruggekomen. En hij heeft dit voor me gehaald. Mijn lieve schatje. Oké, ik ben helemaal vergeten te vloggen. Ik ben nu met Nessim. En we hebben net gegeten bij Elfaan. Het was heel gezellig. En we zijn allebei een beetje een soort van bijgekomen. Flikker de wijn. Nessie naar de reis en ik naar al die shit. En wij gaan nu lekker naar huis. Doei doei. Oh, ik kom uit de douche. Ik heb echt heerlijk lang gedoucht. Het is echt zo'n lekker moment, man, van de dag. Ik vind douche zo heerlijk, blijf ik maar zeggen. En mijn badkamer is echt lekker splinterschoon. Daar word ik ook helemaal blij van. Ik ga nu even een theetje drinken met Nes. En daarna gaan we naar bed. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Ik heb trouwens een pakketje binnengekregen van boehoe.com. Fucking groot. Ik ben er super blij mee. Ik ga binnenkort denk ik gewoon even een shoplog of een haul even voor jullie opnemen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. En ik zie jullie dan weer morgen. Tadaag!